Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik ga namelijk samen met Emee, haar vriend Sico en zijn broers gaan we naar Brussel toe met de auto. En we gaan daar naar een hele grote vintage markt. Dus we gaan weer vintage shoppen. Ze hebben er echt van alles. Ze hebben volgens mij kleding, huisdingetjes. Dus we gaan het zien. Ik ga jullie gewoon meenemen naar deze trip naar Brussel. Oké, guys. We zitten in de auto. It's M! Road trip. Let's go. Kijk hoe klein ik ben. 3 uur. 5 uur lang in de lift en dan gaan we naar huis. Ja. Oh, dat is leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. I'm in love with the shape of you. We zijn er. Zo schattig. Die is echt heel mooi. Love it. Oh, die is mooi. Oké, ik heb net gevraagd wat deze zijn. Ze zijn €16. Nou, dat vind ik wel iets too much van het goede. Hier, ze hebben hier gewoon Fila shirts en zo. Kijk, Em. Ja, die had ik net vast. Nice. Love. Down on me today, on me I say. Deze is wel leuk. Waar is M? Kijk. Oh, mooi. €12. Oké, ik heb die fanny pack om en ik vind hem echt leuk. Hij is natuurlijk plat nu. Maar ik denk dat ik deze wel neem. Oké, ik heb de Adidas trui gekocht en mijn fanny pack. Voor €30 samen. Dus best redelijk. Heel, heel mooi. Oké. Nou, het is echt niet zo leem hoor. Het is vol. Geschiedenis en huiskunde. Even een update. Het is hier belachelijk warm. Deze vind ik heel mooi, maar ik stik gewoon van het idee dat het een kooltrui is. En dit is Burberry. Ja, nice. Ik vind hem wel heel leuk. En met je schoenen vind ik heel leuk. Ja. En als er een of een riempje. Een bruin leren riem om zit. Ja, zie je, er zit ook een riempje inderdaad. En deze? Ook nee. Wel leuk. Ja, deze is ook schoon. Ja, echt leuk. Die is echt mooi, hè? I like it a lot. Deze is dus 20. Deze is 12. Oké, het is echt heel lelijk met een rok, maar I love it. Oh, die rok erbij. Oh my lord. Hij is echt heel mooi. Deze ga ik meenemen. Oké, ik ga beide nemen, want ik vind ze echt te mooi. Ja, yeah, let's go. Tourist picture. Look at this. So nice. Weet je wie hier gek zou worden? Whitney. Oh, Whitney hier is. Whitney. Deze zou ze echt dragen trouwens. Oh, die is heel cool. Ik ga een foto maken. Oh, dit is zo leuk. Wow. Wel cute deze. We gaan nu naar de bovenste verdieping. We kunnen niet meer. Het is zo warm. Toch wel geslaagd. Ik heb 4 dingetjes. Nou, en we gaan heen. De jongens bezoeken. Maar ja. Ik denk dat ze lekker ergens zitten. Met te drinken. We hebben zoen of zo. Ja. Wat een welkomstcomité. Yummy. Nou, ik heb iets smakelijk. Ik heb een chicken. Wat had ik? Chicken panko. Panko chicken bao. En soup potato fries. Wat heb jij? Hetzelfde toch? Hetzelfde, zonder koriander. Oh my god, ja. Hallo? Hallo? Oké, we zijn net klaar met eten. Het was echt amazing. Maar ik heb het niet helemaal opgegeten. Because ik zit vol en mee wel. En ik wil nog één. Ja, maar je moet even laten zien dat ik de enige ben. Ja, trouwens, inderdaad. Ik ben niet de enige. En mee is gewoon heldin. Ja, wat hè? Heldin van de avond. Drop die maar. Want ik kom er gewoon in de tijd. Ah, 5, 4, 3. Zou het graag gaan? Ja. Nog een keer? Interview. Take 600. Alles. Oké.
En de band. De band is geweldig. Ja. Love it. The Five Brothers. Wanneer komen ze in concert? Kaartjes 2,50 euro. Sparen man. En mee, zelfde wagen ja. Wat vond ik er van dit weekend? Ja, en de band vooral, de laatste band. Dat is de hoogtepunt natuurlijk. Ja. De Vogeltjeslied deden. Vogeltjeslied. Luisa. Rosanna Luisa. Dat is ook een YouTuber doet dat. Jeffrey started dat wel eens. We zijn live nu. Live? Oh, 3. Van mannen. Wat vind je de leukste winkel in de winkel? Ja, weet ik niet. Toen is er onze eerste die ook was. Ja, knip. Een cola. Ze heeft niet gedronken hoor. Nee. Als de camera weer scheef is, dan weet je waarom. Staan voor je ogen. Even rondleiding dan. Nou, we zijn op de grote markt. Emmy en ik staan hier. Hi Emmy. Daar is de Zico en Mauro en daar loopt Dimas en wij zijn hier van. Where to go? Where to go? Hey, dacht je oh, dus? Mooi licht hè? Ja, is het toch? Wind in de, we vinden wind in de haagjes. En hier is muziek, dus eigenlijk wil ik hier gewoon zitten. Blijf zitten of? Wow, je lijkt echt vet erg op elkaar. Zijn jullie broers? Kijk eens, wat leuk. Ziet hem amper. Maar ja, hij is er wel. Down on me, today on me, I say.